ik ben Henk Rijkaard en welkom in De Koterij. Yes, deze week maak ik iets dat ik eigenlijk al 2 jaar geleden wou maken. 2 jaar geleden is de tweede editie van Maker Faire Gent uitgesteld. Het jaar nadien terug uitgesteld. Maar dit jaar gaat het toch door. Dus dan maak ik nu wat ik van plan was. Het maquetteke staat hier al. Dit wordt een onderdeel van dat. Maar de maquette zetten we nu eventjes opzij, want dit ga ik nog niet uitleggen. Oké, wat zit er in deze doos? Geen trommel, terwijl ik er wel keihard op aan het kloppen ben. Maar een Tesla coil, meer bepaald. Een musical Tesla coil. Dus een Tesla coil waar je muziek mee kunt maken. En voor de mensen die nu denken, Henk, een Tesla coil, wat is een Tesla coil? Kort uitgelegd, een Tesla coil is eigenlijk een soort zuil waar elektriciteit uitkomt. Wat zeg ik? Bliksems. Dus we gaan muziek maken met bliksem. Dit is een soldeerkit die ik online gekocht heb. Dan ga ik dus nu eerst alles in elkaar solderen en dan straks leg ik uit wat het plan is met eerst solderen. Spannend momentje. Dus alles is nu aan elkaar gesoldeerd. Dit is nog maar de afstandsbediening van de Tesla coil. Maar goed, dat gaat in verschillende stapjes, zo'n bouwpakketje. Dus als ik deze batterij hier insteek, dan zou er iets moeten gebeuren. Hopelijk, anders heb ik iets fout gesoldeerd. Yes! Alright! Wacht, ik ga even mijn lampje naar. Wacht er. Dus er gebeurt al van alles. Daar ben ik al blij om. Maar nu moet ik wel nog. Hier zou moeten een rood lampje knipperen. Hoe dat. Ja! Yes! Ik duw op een knopje. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar dus hier knippert dus een rood lampje. En dat is het signaal dat communiceert met de eigenlijke Tesla coil. En dat is ook logisch, want als je dat met een kabel, met een elektrische kabel met elkaar zou verbinden, dan zou de Tesla coil eigenlijk storing geven op dit ding. Maar als je dat optisch met elkaar verbindt via een glasvezel, dan geeft dat geen probleem. Maar. Oh man, alright. Niet gedacht dat het ineens zou goed zijn, maar kijk, mijn soldeerskills zijn redelijk goed. Ik ga gewoon niet te vroeg dingen jubelen. Spannend momentje. Nu gaan we kijken of de driver communiceert met de interrupter. Dus het bakje dat ik daarnet gemaakt heb, is nu verbonden met de glasvezelkabel aan het andere ding. Ik ben super zenuwachtig nu, want dit is 220 volt. En nu ga ik kijken, een testje doen, of dat die dingen met elkaar communiceren. Dus, nu zet ik het aan. Nu zetten we de interrupter aan. Nu zou ik iets moeten horen hier. Ik hoor niks. Ah, jawel! Ja! Yes! Ik hoor dus nu heel stilletjes de frequentie die dit bakje doorstuurt naar... Niet aankomen, Henk, voorzichtig. Dus ik hoor nu heel stilletjes... Ik ga het eerst even afzetten met de zenuwachtig. Oei!
Oké, dus ik hoorde stilletjes de frequentie die dit bakje doorstuurt naar de driver, dus de onderkant van de Tesla coil. Dus eigenlijk alle logische dingen, de logistic dingen, of noemen ze het? In de handleiding op mijn computer noemen ze het de logic components. Dus de logische componenten, laat ons zeggen, die werken nu. Dus dit communiceert daarmee. Oh man, zo cool, zo spannend allemaal. Allee, voor mij, hè, voor jullie misschien niet, maar... Hohoho. Oké, ik heb net iets ontdekt. Dus dit is een belangrijke tip naar jullie toe, maar ook naar mij toe in de toekomst. Als er dingen uit plexi in een pakket zitten, of sowieso dingen uit plexi uit de winkel komen, daar hangt altijd zo een beschermfolie op. Allee, als ik er nu zou willen afgaan ook, daar hangt altijd zo een... Zo. Zo. Ah, en dan daaronder, daar zit de plexi, de folie moet eraf. Dus als je dingen aan elkaar kleeft, ja, dan plakt dat eigenlijk alleen maar vast met de beschermfolie. Ah ja, ik heb het gehad bij het gieten van die epoxy, bij die burrower van Horizon Forbidden West. En nu heb ik het terug. Dus een belangrijke tip naar mezelf, plexi, beschermfolie, eraf. Ja, oké. Zit in elkaar, alles is gesoldeerd, alles is in elkaar geschroefd. De Tesla coil is klaar. Oeh, super spannend. Dus wat hebben we nu? De Tesla coil, en het staat hier al op. Danger, high voltage, dat zijn ja, wel gevaarlijke toestellen. Dus we hebben de Tesla coil, we hebben communicatieding dat dus communiceert met de Tesla coil en dus vertelt welke frequentie de Tesla coil moet bliksemen. En een vrij lange optische kabel, dus een glasvezelkabel om de twee dingen met elkaar te verbinden, zonder dat er een elektrische verbinding is, want ja, een Tesla coil heeft eigenlijk heel veel invloed. Dat straalt echt een elektrisch veld uit dat andere elektrische toestellen beïnvloedt. Zelfs pacemakers. In de handleiding staat er dat mensen met pacemakers eigenlijk ver uit de buurt moeten blijven van deze soort toestellen. Dus niet zo evident. Ik heb ook een klein beetje stress nu. Want nu gaan we testen. Er zijn een aantal veiligheidsdingen waar ik moet rekening mee houden. Dus de Tesla coil moet op de grond staan, moet goed geground zijn, geaard zijn met deze Coolvin, de aluminium Coolvin. Coolvin, maar ik kan niet meer praten, zeg. Typisch. Hè? Altijd als ik stress heb, verstruikel ik over mijn woorden. Maar goed, dus ik ga van alles klaarzetten. Het volgende dat je gaat zien is nog een gestresseerdere Henk met een Tesla coil op de grond. En dan gaan we testen. Oké, dus zoals beloofd, dit is nu de gestresseerde Henk. Hier heb ik dus het bakje, dus het communiceertoestel. De glasvezel is verbonden met de Tesla coil. Die staat daar helemaal aan de andere kant van mijn kot. En ik ga nu naar daar, achter de camera staan. En jullie gaan de Tesla coil zien, terwijl ik dit ding aanzet en de Tesla coil in de stekker steek. Oh, spannend. Ja! Oh, ho, ho. Uh, d-
dat was een succesvolle test, denk ik. Alleen het volume controleren, man, kijk naar mijn handen. Beetje stress. Dus het volume controleren, luider en stiller zetten, dat ging niet. Dus dat ga ik nog een keer moeten checken hoe dat gaat. Maar voor de rest hadden we dus wel bliksems. Gaan we nog wat bliksems doen? Ja, we gaan nog wat bliksems doen, maar ik ga een klein beetje mijn camera verzetten nu. Oké, de experimenten met de Tesla-coil zijn goed verlopen. Hij werkt perfect, dat hebben jullie ook gezien. Jullie hebben ook gezien dat ik al wat experimentjes gedaan heb met buislampen. Nu kan ik eigenlijk uitleggen wat ik van plan ben met de Tesla-coil. Dat wordt eigenlijk dit. Dit zijn allemaal buislampen, die rietjes hier. En hier komt de Tesla-coil. Wat is dit eigenlijk? Dit is de maquette voor de megafoon van God. Wat is nu de bedoeling? Dat je, als je dingen wilt zeggen tegen God, tegen uw God, een God, dat maakt niet uit, dat je dat doet door wijze van bliksems. Want ik vind, als je communiceert met een God, dan moet je dat ook met de natuurelementen doen. Dan moet je dat met een krachtige stem kunnen doen. Dus bij wijze van bliksem. Dus ja, voilà, het is de megafoon van God. Nu, ik hoor je al denken van, oké, Henk, ja, en hoe gaat het dan met uw stem? Oké, daarvoor hebben we... Hij kan vast in de kabels, oh my god, help me! Dit is een toestelletje waarmee je analoge signalen, dus een microfoon of andere instrumenten, kan omzetten in MIDI. Wat is MIDI? MIDI is een soort taal waarmee elektronische instrumenten met elkaar communiceren. Dus je kunt eigenlijk met een keyboard, met je computer praten, je computer kan praten met je keyboard enzovoort, en dat gebeurt via MIDI. En nu is er natuurlijk een leuk toevalligheidje, want kijk eens hier, wat zit er op het bakje waarmee we met onze Tesla-coil communiceren? Hier zit ook een MIDI-aansluiting op. Haha! Dus als we hier een microfoon op aansluiten en we sluiten dit dan aan hierop, dan kunnen we met ons stem de Tesla-coil laten knetteren. Haha! Oké, de Tesla-coil staat daar. Hier staat de microfoon en hier ga ik dus in praten. En dan hopelijk via het MIDI-dingetje met de Tesla-coil lawaai maken. Goed, ik ga eerst snel eens... Ik ga eerst snel alles aanzetten. Jezus, stress. Oh, Tesla-coil staat aan. Communicatiebakje ook. Hey, in. Ja! Oh my god! Yes! Hallo! Ik praat met de stem van God. Hoe goed is dit, man? Yes, en zoals ik daarnet zei, je kan er natuurlijk ook andere instrumenten op aansluiten. Genoeg gespeeld. Wat is nu het plan met de Tesla-coil? Zoals ik al zei, het wordt dus een deel van de megafoon van God. En dus de Tesla-coil komt hier te staan. Dus de Tesla-coil komt eigenlijk in die positie in, ten opzichte van de buislampen. Nu ga ik eerst een constructie maken waar dat zo in past. En dan met twee buislampen bij om te kijken of dat ja, wel op die manier werkt. Want zo'n Tesla-coil dat is wel wat gevoelig aan veranderingen in zijn omgeving en in positie. Dus ik wil eerst kijken of dat het op die manier werkt. Werkt het op die manier niet, omdat ik dat wel een cooler zicht vind. Werkt het op die manier niet, kan ik nog altijd gewoon zo zetten. En ja, dan gaat dat ook wel werken, maar zo gaat het mooier zijn. Dus even snel een soort van opzet maken waarin dat zit. En dan ja, experimentjes verder zetten. We'll be right back.
kijk, dit is de proefopstelling waarin ik alles wil testen. Dus de positie van de Tesla coil ten opzichte van de buislampen. Oké. Alright. Yes! Op vrijdag 29 april, dat is de eerste dag van Maker Faire Gent, is er een nocturne. Dingen in het donker. Dus allemaal makers die dingen gemaakt hebben met licht. En daar gaat dit ook staan, maar dan in deze vorm. De megafoon van God. Ja, dus mijn proof of concept werkt perfect. Dus de volgende stap is dit gedrocht volledig uitbouwen. Oh man, ik heb hier zoveel zin in. Dus ook de nocturne. Hieronder zet ik een link naar Maker Faire Gent. Er komt op die avond, de vrijdag de 29e, komt er nog iets bij. Maar daar kan ik eigenlijk nog niet zoveel over vertellen. Maar er is naast licht ook nog een... spectaculair ding, maar daar kan ik nog niets over vertellen. Sorry, maar dit zal er al zeker staan. De megafoon van God. Ik ben hier super blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En tot volgende week voor het vervolg van dit.